The one and only MC. 1, 2. Fuck. Nee. Abort mission. Daar zit ze dan hoor, de dressuurmeep op een westernpaard. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben even influencer in de vrouw van spelen, want ik ben op het treinstation in Zwolle. Ik ga vandaag namelijk op bezoek bij Jessie van het account WolfXJessie. Dus ja, die ga ik zo meteen eventjes opzoeken. Het wordt allemaal aangekeken door mensen hier, maar dat maakt niet uit. Het wordt vandaag hartstikke leuk. Oké, ik ben dus nog nooit in mijn leven op het centraal van Zwolle geweest. Dus ik ga even zoeken waar Jessie is. Ik zie haar daar al door de poortjes. Daar zijn we dan! Yay! Influencers in the wild. Zo. Ondertussen zijn we aangekomen in de studio van Jessie. En we gaan Star Stable spelen. En straks gaan we ook nog naar Inzi, dus dat is heel leuk. Het wordt geweldig. Het wordt fantastisch. Mijn camera opbouwen. Ja, Jessie gaat me eindelijk leren hoe ik fatsoenlijk Star Stable moet spelen. Want ik kan alleen maar paardjes kopen en trainen. En ik zit vast met de main missie en zo. Dus help. Ik heb maar de helft unlocked van dat hele wereldje. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Dus ja, we gaan even wat leuke content voor jullie opnemen. Yeah! Yeah! Dus kan ik ook helemaal opzetten. Oh wow! Oké, we staan daar voor Jessie's slijgkast. En ze gaat even een hele kleine tour doen, want het zijn er te veel om. Maar nou, ik zou het in principe buurman stil in een minuut kunnen doen. Want ik heb hier alle eigen paarden die ik het leukst vind. Mm-hmm. Hier alle repaints die ik leuk vind. Dit is gewoon collectie. Yeah. Dat is allemaal verkoop. Dit is ook verkoop. En allemaal diorama's eigenlijk. Ja, super leuk. Dit is echt allemaal schattig en kijk. Leuk. Hier kan je dan ook leuk inderdaad foto's maken, inderdaad voor verkoop en dingetjes. En deze heb ik dan zo gemaakt, want hier kan je een bakrand dus achter vandaan halen. Oh, dat is handig. Dan kan je een ander hek zetten, een andere achtergrond. Ja. Deze kan ik continu blijven aanpassen, waardoor het gewoon wat makkelijker is, want ik heb een beperkte ruimte voor mijn dingetjes helaas. Ja, maar dit is wel heel handig. En dan projecten, die staan allemaal daar zo en in de kast. Oh wauw, echt de kast. Alle paints die nog gedaan moeten worden. Ja, natuurlijk. Heel veel. Mooi. En natuurlijk de one and only Inzi. Inzi Pinti. Zo lief. Ik heb één slijgpaardje en het is een Valentine repaint. Dat is leuk. Ik moet ook nog een keer een Nini doen. Ik kan natuurlijk niet één paardje wel doen en de ander niet, want dan denken mensen dat ik favorieten heb en natuurlijk heb ik geen favorieten. Oh, baby veulen! Lief! Is dat een Shetland veulentje? Ja. Cool. Dit is ook een Shetland veulentje. Cute. Die moet ik ook hebben voor Seppi natuurlijk. Alleen Seppi gaat weg. Dus. Ouwe. Die had ik vroeger! Die en dan de mama. Ja, dat is deze. Ja! Oh my god, die had ik. Die heb ik aan Dwayne's nichtje gegeven, want die doet ermee spelen, zeg maar. Bij mij stonden ze al jaren in een doos op mijn zolder te vergaren. Valentijn-bartje. Welke? Ja, die heb ik dus gerepaint voor Valentijn, want op die kant, of wacht, hier op de nek, hier kan je zo heel mooi dat hartje wat die heeft zo doen. Ik had het bij Valentijn-paardje. Zo veel. Cute. Altijd vals. Oh nee. Drama. Maar ja, we hebben dus net allemaal video's opgenomen met Star Stable en zo. We gaan daar nog inzien, maar eerst even eten, want ik heb honger. En je hebt ook honger. We hebben allemaal honger. Honger. Eten. Een anderhalf uur opnemen. Ja. We hebben dat wel verdiend. Ja, maar er zijn in ieder geval 2 video's die we hebben gemaakt. Eentje voor Jessica kanaal, eentje voor ons kanaal. En ik weet niet wanneer de vlog komt en wanneer dit komt en zo. Want mijn planning ligt compleet overhoop. Dus, helemaal goed. Ja, komt goed. Yay. Ja. Wij zijn gearriveerd bij Inzi Pinzi op stal. Ik ga mijn camera ook eens opbouwen. Ja, even alles opzetten. Maar ja, de kast was zeer duidelijk dat deze van Jessie is. Er staan allemaal Inzi dingen op. En die sticker. Ja, die is echt kei leuk. Wacht, ik wil eigenlijk even nog de hele deur vol plakken. Ja, snap ik. Kijk hoe knap. Knappe Inz. Mooi, mooi, mooi. Oh ja, nou snap ik wat je zegt met ik heb maar 3 zadeldekjes. Maar ik moet ook zeggen, western zadeldekjes, die zijn zo belachelijk duur dat ik snap dat je geen hele kast vol hebt. Dit is mijn trainingsstack ding, dat is een stone deck. Ja. En ik heb volgens mij voor deze alleen al €250 betaald. Ah, daar heb je gewoon 5 Lumieux dekjes voor. Ja, en ik heb hier dan nog wel wat liggen. Hallo.
mijn voer, want die kan ik nergens kwijt. En ik heb hier dan een showpad, donkerblauw. Oh, leuk. En een groene. Ook leuk. Maar die is natuurlijk echt alleen voor show en dat is het dan. Want daar ben ik natuurlijk heel zuinig op. Ja, dat snap ik. Die bont is ook wel die gepatterned. Ja, die is meer voor warm, want dat dunner is. Mm. Deze is echt dik en dat is ook wel fijn voor zo'n zadel. Ja. Ja, ik heb dus echt, ik heb nul verstand van westerse zadels inderdaad ook. Ik zie deze, wow. En jij mag straks opzadelen. Ik ga je laten opzadelen. Oh, dat wordt een hele leuke challenge, want ik ben een extreme dressuurmeep. En ik heb echt nog nooit een westerse zadel in mijn hand gehad. Dus dat wordt heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik ben ook heel benieuwd. Maar we gaan ons best doen. Ik weet dat zo'n single heet een cinch. Dat weet ik dan wel. Ja. Maar daar gaat mijn kennis. Nee, in principe hoef je alle benamingen niet te weten. Nee, maar ik ben gewoon benieuwd of je meer brood wat paard krijgt. Ja, ik ben echt zeg maar vet. Ik heb vet zwakke armpjes. En ook zeg maar, ik heb net een schouderblessure gehad. Maar ik weet wel, want bij gewoon onze zadels, die kan je gewoon zo... Woop, en bij westerse zadels moet je hem zo... Ja. Ik heb dan ook wel eens, als ik dan een vriendin help, die is dan wel eens moe. En dan, wil je mijn paard of zadel? Ja hoor, en dan pak ik met twee pinkjes het zadel. Ja, dat snap ik. Dat is echt wel heel anders. Hilarisch. Ja, dat gaan we dadelijk zien. Okay, we zijn bij Inti Pinti. Daar moeten we er vangen. Maar dat is geen probleem. Het is alleen, ze komt niet meer. Oh, zeer. Maar ja, dat maakt niet uit. She having fun. Ja. Inti! Hallo, Mutsch! Hoi, hey! Hoi! Heb jij zin om te rijden? Heb jij zin om te rijden? Ja! Ja! Wat leuk! Dan kan ik erbij. Kijkie. Hoi, Inti! Jij kent mij nog niet. Hallo! Zegt, oh, nieuw mens. Hallo. Oh, sticker zacht. Hey, me. Hey, Flame. Ja, ik weet niet wat het is, maar elke keer als ik de camera meeneem, gaat ze eerst een half uur flamen. Kijk, hallo. Ik heb ook een camera. Kan je ook voor deze camera flamen? Dus lachen. Leuk. Kom Inzi, halve bel meeneemen. Lekker. Snackie voor onderweg. Oh, cute. Nog een snack. Een andere boom. Weer andere boom. En je moet af en toe afwisselen met boomsnackies. Kom. Zo, even snoeien. Even snoeien. Ga je mee? Nou, die bonten van ons kunnen we naast elkaar zetten. Die zijn echt allebei zo. Jeetje. Inti, kan je op het blok? Het blok staat heel onhandig daar. Is dat jouw blokje? Jij gaat opzadelen. Ik ben very benieuwd. Ik eerst mijn kast. Ja. Have fun. Oké, ik heb hier echt wel de... Ik zou wel eerst een dekje doen. Ja, dat sowieso, maar even kijken, want dit is een single. Ja. Die of die andere? De zwarte. Oh ja, die valt altijd. Ik ga die echt terug doen. Die moet ik eigenlijk niet... die moet ik eigenlijk recht leggen in plaats van... We leggen hem wel even hier. Ja, goeie. Oké, kijk, dit weet ik, want die moet, zeg maar hier... Dit is een schotgat. Ja. Dat weet ik. Kijk dat jouw haartjes daar niet in zitten, dat is niet lekker. Zo. En dan moet hier... Ja, dat is wel. Dus hier zit een schoft in, dus ik verwacht dat dat goed is. Dan hebben we... Oh, die single zit vast aan het zadel. Ja. Okay. Oh mijn god. Jezus, wat is die zwaar. Inzi, het gaat... Nee, ik zeg al van tevoren, het spijt me als ik jou raak met zadel. En dan, hier zit ergens een beugel. Ja, zeker. Ja. Oké, die heb ik hier dan. Nou, dan gaan we gooien. Kijken of ik het in één keer krijg, want het is echt heel zwaar. 1, 2. Fuck. Nee. Abort mission. Schouder. Oké, poging 2. 1, 2. Wat een flat. Bijna. Shit. Nou wil ik hem niet meer afhalen. En die denkt echt van, oké. Oh my god. Ja, het spijt mij, hij zit niet goed. We gaan hem optillen. We gaan hem langzaam erheen shuffelen. Je hebt ook echt de persoon met de minste spieren. Dat is leuk. Kijk. Oké, hij zit. Ja, ik moet even bijkomen. Jezus. Het is die zwaar.
Heb jij dat, ja, dat Inzi dat helemaal kan dragen? Wat een knap meisje. Ze is letterlijk van ja. Dit hoort. De daily. Even kijken of dit. Even, ja, even uit de kamer. Nou, die kant, daar is het ook allemaal niet goed. Tenminste, ik neem aan bij Wessen. Ja. Moet je daar ook zo een beetje. Een beetje. Oké, okay, dan. Oh, maar dit is. Oké, okay, we hebben single. Beugels. Oh, nee, hij zit goed. Nee, hij zit goed. Dan. Ja, nu komt het. Want dit is de cinch. Ik zou niet weten hoe ik die moet knopen. Maar hij zit hier overheen. Ik weet niet of hij dan inderdaad. Hierdoor verder moet. Nee! Inzi, draak. Oké, okay, ik ga hem gewoon. Ja, dat is een goede stap. Yes, oké. Okay. En dan gok ik dat je hier doorheen moet. Oh ja, zit hier dingetje. Gok. Hier. Of wacht, nee. Hé, hey, wacht, ik zie een verband. Je hebt hierboven namelijk een dingetje. Hierheen. Want ik weet dat hij ergens een keer terug moet. Dat heb ik ooit op een filmpje op TikTok gezien. Kijk, en dan is hij zo. Ja, wacht. En dan gaan we hier terug doorheen. Nee. Nee, dat is hem niet. Want hij moet zo. Kijk, wacht. Oh, moet hij dan zo? Wacht. Ik ben dit op de volledige gok aan het doen, hè, jongens. Dus ik gok dat hij dan hier doorheen moet. Hier naar boven. Dan terug door die ring naar beneden. Recht, ja. Kijk, dit is echt. En ik ben zo hard aan bluffen nou. Kijk, ik denk dat hij hier doorheen moet. Zo. En dan zo. En dan. Nee, dat komt niet. Of moet hij. Want hij, ik weet dan. Een Sensi moet ook op een gegeven moment zo en zo. Ja. Dat weet ik ook. Oké, dit is hem niet. We gaan dit gewoon uitvogelen. Oké, Inzi, het spijt me dat dit lang duurt. Oh, die staat gewoon lekker te viben. Inzi denkt, joh, het zal wel. Oké, wacht, we gaan een andere manier proberen. Ik ga gewoon net zo lang knopen. Want het gekke is dus, dat hier zitten die gaatjes. Of moet hij dan wel er doorheen? Ik vind dit allemaal ingewikkeld. Misschien moet hij langs de zijde, moet hij wel zo. Zo, en misschien moet hij dan. Misschien moet hij hier doorheen. Oh, wacht, maar hier zit hij nou hierachter. Misschien moet hij dan zo hierachter. Ik ben ook misschien veel te veel in gewoon Engelse singles aan denken. Ja. Nou. Kijk, nou is hier wel een gaatje. En zit hij in het gatje en. Nee, dat werkt niet. Kan ik een hulplijn bellen? Ja hoor. Oké. Je focust te veel op de gaten. Oké, die gaten zijn niet belangrijk dan. Nee. Ja, maar dan zou ik zeggen, oké, dan gaan we hier gewoon aan trekken. En dan zo. Gaat die dan. Zo. En dan. Plat. Tadaa. Ja, wat doe je dan met de rest van de. Ja, kijk nou, die verstop je gewoon. Dus kijk, hier heb je heel veel ruimte. En dan doe je hem zo. En dan zit hij. Dan ziet niemand dat dit. Kijk, en nou zit hij gewoon vast. Nee, ik heb echt werkelijk geen idee. Nog een keer terug er doorheen of zo. Want kijk, hier zit wel. Oh, misschien moet hij in de gaatje. Zo, weet ik veel. Nou, alsjeblieft. Help. Ik zal het voordoen. Oké, nou zien we hier de correcte manier. Maar nu, ik gebruik nooit dit gat, maar eigenlijk zou het wel kunnen. Ik denk in principe dat het kan. Ik doe hem gewoon altijd hier doorheen. Terug.
Kijk nou. Is die hier de pro? Nee, dat had ik waarschijnlijk niet kunnen fokken dat hij zo vaak terug moest, zeg maar. En dan kan je eigenlijk hier kiezen van, ik doe hem hier doorheen. Huh? Oh, daar zit nog een ding. Op deze manier, en als je dan aansingelt wordt hij langer, maar ik vind dat niet zo mooi. Maar blijft hij zo zitten dan, zonder dat hij in dat ding zit? Ja, je moet dan aansingelen en dan komt hij meestal tot hier. Oh. Dus nu is hij te kort, maar ik wil niet in één keer aansingelen. Wat doe je met hier dit dingetje dan? Helemaal niks. Hij zit er, dat is gewoon dikke fake news. Ja, je hebt sommige geluiden die hem dan hier zo induwen. Oh, zo. Zo, of andersom. Maar zo is het mij altijd geleerd. Oké. Okay. Ja, terug. En dan, het is eigenlijk gewoon voor de sier. Sommigen hebben niet eens zo'n dingetje eraan. Oké. Okay. Maar ik vind het dan mooi om hem hier te stoppen. Ja, zie je, hij moet gewoon onder de flap, want dan zie je het helemaal niet. Nee, ik vind het zelf mooier dan dat hij hier hangt. Ja. Als ik lui ben, doe ik dat wel. Of als ik dan nog moet aansingelen. Ja. Maar nu is hij in principe ook aangesingeld. Oh, dat is wel handig. Want bij dressuurzaal moet je gewoon 10 keer aansingelen. Dus het is zo echt video. En het staat zo mooi, eens. Wauw, een echt letterpaakje. En dan hebben wij ook meerdere hoofdstijls. Oeh. Ik vind het zelf fijn om in deze te rijden, want ik nog wel eens aan de mond werk nog. Mm-hmm. Maar uiteindelijk gaan we dan zeg maar naar zo'n... Oh, zo'n oorlus ding. Ja, deze. Dan denk je, oh heftig! Maar eigenlijk zit je er niet aan, maar want nee. Ik zelf zit nog best wel veel aan de teugels, dus dan denk ik van ja... Zo die side-eye van Inns die ik nou kreeg, dat was ook echt... Ja. Weet je? Het is een beetje als fotoshoot hoofdstel nu. Snap ik. Ook nog een ander bitje. Deze vindt ze wel wat fijner dan de tongbeugel. Maar is ook maar fantasy hoofdstel. Oeh, die is heel mooi. Maar je hebt een stang met een kleine tongbogen en die vindt ze iets fijner, want die mondje is ook wat kleiner. Ja. Wauw. Dus we gaan voor het normale. Ja. Ik ben ook op neckrope. Cool. Is dat een feline hooineck? Dat is feline hooineck rope. Wow. Kijk ook eens, we hebben Inns opgezadeld. Ja, ik heb een poging gedaan tot. Maar het zadel ligt er wel op, dat is mij gelukt. Maar de cinch snapte ik niet, want ik ben alleen maar gewoon een Engelse singles gehad. En zo. Maar dit zit zoveel lekkerder. Ja, snap ik. Ik heb ook 1 keer op mijn Westen zadel gezeten. Het zit wel echt heerlijk, inderdaad. Dus dat is wel fijn. En wil je meenemen? Ga je mee, Inns? Knuffels. Ja, ik heb je hoofd. Ah. Leuk. Ik moet wel even een andere accu erin doen, zie ik inderdaad. Voordat het eigenlijk daar ben en dan weer terug moet rennen en zo, hè, Inns? Ja. Ja, maar ik wil poep ruiken. Maar ik ga lekker even het randje heen. Ja, we hebben het er sowieso op als Inns vandaag besluit over het randje heen te gaan. Ben je op de blok? Tonk, bijna. Blokje! Goed zo! Wauw! Wauw! Kom maar! Ja? Je staat er dichtbij, vriendin. Kom, Inns. Pas! Kom maar, 1, 2. Moet ik het doen, hè? Is moeilijk. Goed zo. Oh, wow. Wat knap! Wow. Oh, dit is cute. En ze wil altijd dat ik een voetje even oppak. Ja, ze even helpen. En dan staan ze vervolgens een half uur te chillen. Maar ze heeft inderdaad heel wel rustig, want er staat inderdaad een beetje een windje. Yeah. En deze omgeving is een beetje nieuw. Helpen. Kussie. Oh, gaap. Dat was wel het gaapje. Maar dan vroeg ik hem niet. Toch wel, koek. Omdat je zo cute bent. Hem. Ze staat echt nog steeds wel heel... Wel een beetje zo op het randje, maar wel steady. Ja, maar dit kan nog.
Oh, gaapjes. Mooi, Inzi. Ik kan gapen op commando. Nou, mag ik haar ook erop? Tot wat op het blokken valt. Ja? Donk. Oh, kom ik erbij staan? Dat past niet. Ga ik staan. Nu ben ik op een blok. Doet, doet. Ik vind de twee gesplitte teugels ook wel echt intens. Ja. Dat is aan de kant. Maar ik vind de hele, zeg maar, westen, zeg maar, alleen het opzadelen is wel heavier. Maar zo met laarzen en tuigen, zo is het eigenlijk wel heel chill. Ja. Ik snap inderdaad wel heel goed waarom je westen rijdt. Oh. Tja, ja, blijf stil gaan staan. Wauwie. Voet je erop? Ja. Ik denk niet dat ze goed staat. Nee, schat, die staat niet goed. Het is wel een mooie poging weer. Dat vind ik wel ook. Doorzitten op een western zadel is 10.000 keer makkelijker dan doorzitten op een Engels zadel. Dus probeert ze weer uit te gaan, hè? Ja. Maar het is ook omdat je, als je doorzit, ga je langzamer. Ja, dat is waar. Nu zit ik in een job. En die is ook heerlijk te zitten. Ja. Als ik echt ga draven, gaat het ook een stuk harder. Ja. Inzi kan wel allemaal coole dingen. Allemaal funny. Ik zeg maar, ik jog nu zoveel. Wat het meteen is, dit is goed, dit is verzameld, dit is wauw. Als je echt dressuurstijl, kom, gas erop. Dan is het meteen kop omhoog en... Ja. Je ziet ook gelijk in haar lijf dat ze zich gewoon heel anders draagt. Ja. Juist. Ga even lekker contra galopperen. Ja joh. Ja, is inderdaad. Lekker makkelijk zo. Ben jij moe? Ze heeft het heel zwaar. Oh, Ines, heb jij het zo zwaar? Ik wil nog even de andere kant op, schat. Ik zou zo kunnen gaan slapen hier. Heb jij zo'n zwaar leven, Inzien? Diepzucht. Nee, ik kan echt zo blijven staan. Ja, ze gaat zeg maar een soort van slaapstand aanzetten. Dat mag. Yeah. Yeehaw. Yeehaw, cowboy. Nou, ze is niet de bak uitgesprongen. Bijna. Bijna, maar bijna is niet helemaal eens. Nou, ik heb een pony en ik heb Yassi's cap op. Dus we gaan zitten, denk ik, erop. Ja, ik heb op het blok. Ja, ik heb echt al weken niet op een paard gereden vanwege mijn gekneusde teen. Dus Inzi wordt weer mijn eerste paardje. Nou,
aan jou. Nee, ze kan gewoon, je moet het blok laten staan. Oh, echt? Ja. Kan zij inparkeren? Oh, ja. Sorry, ik wist niet, het spijt me. Het spijt me. Ik wist niet dat jij kon inparkeren. Dan gaan we dat opnieuw doen. Kom maar. Kun je op het blok staan? Oh, je moet op het blok staan. Oké. Okay. En dan zeg je, kom maar. En dan heeft ze heel veel zin. Ja, ze lieve inzien, dat gaat niet. Je moet echt langs. Wacht, ga je even een beetje helpen? Ja. Je moet even je schouder verplaatsen bij mij. Dat gaat niet. Oh, wacht, ik ben ook niet goed kwijt. Ik ben dit niet gewend. Oké, Ins, we gaan even schouder verplaatsen. Ja. Kom, even. Oké, we gaan even schouder verplaatsen, anders kom jij niet langs het blok te staan. Ja, oké. Gaan we even een keer. Moet je naar de kont wijzen. Of kom je dan hier in Lekken ook? Ja, ze komen de achterkant naar jou toe. Oh, kijk. Ja. Oké, zelfs op jouw laatste gaatje zijn deze beugels erg lang voor mijn inimini beentjes. Hoe lang ben jij? Ik ben 1,65 meter. Oké. Maar mijn been, zeg maar, in verhouding zijn, is alles bij mij een beetje kort of zo. Maar het maakt niet uit, je hoeft er toch alleen maar door te zitten in principe. Kom maar! Dat is wel echt inderdaad. Kom ik aan met mijn dressuur. Oké. Die doet zo toch? Nee, gewoon drijven op met je stem. Dan moet je er wel sturen, want nu gaat ze gewoon bij mij chillen. Oh, wacht, ik ben mijn beugel al kwijt. Nee. Die moet blijven zitten. Hoi. Oké, nou kom. We gaan door Jessie heen, Ins. Maar mama is hier! Er zitten allemaal andere knopjes op als de gemiddelde paarden waar ik op ga. Ze kan gewoon normaal sturen. Ze mag best de teugels. Ja, maar ik kan de teugels niet normaal. Wacht. En dan ga ik gewoon, zo doen. Zo. Ja, wat juist onhandiger, want als je die over elkaar heen houdt, dan kan je dus zeg maar aan deze met die hand trekken om hem wat korter te maken. Oh, een beetje zoals een jockey dat moet zeggen. Nou, daar ga je. Ja, dit is echt heel vreemd. Maar het grappige is, als je, zeg maar, die stelling, als je bij haar oppakt, als een dressuur, dan gaat ze ook gewoon een beetje zo lopen. Ja. Het is niet meteen heel heftig dat ze er achteruit gaat. Ja, maar mijn brein is zeg maar een soort van... Mijn brein snapt deze teugels al niet. Dus zeg maar mijn hele lijf zegt ze van... En ik zit zo vreemd in dit zadel ook. Want ik zit wel heel erg rechtop als een echte dressuurruiter inderdaad. Maar dan mijn beugels zijn zo lang en ik moet soort van op mijn tenen staan. zodat ik mijn beugels niet verlies. Daar zit ze dan hoor, de dressuurmeep op een westernpaard. Is toch leuk. Leuk, ja, ik vind het wel schattig. Nou, vragen is daar een jog, dus dat is een hele rustige draf. Rust. En beloning. Ja. Goed zo. Het is een indie-pinsie. En daarin is ze echt, fuck even, jou. Ja. Kom. Grappig dat ze meteen door heeft hoe vriendelijk jij bent. Wat? Want jij bent zo lief. Zo. Ja, ik ben dressuurpaarden gewend die aan hele lichte hulpen staan. Ja. En zij staat ook op hele lichte hulpen, maar zij is zo van, ja, weet je, fuck jou. Ik kan niet zo goed licht rijden, want mijn beugels doen het niet. Ja, maar je moet ook doorzitten. Maar ik heb geen sportpijn. Dat voel je denk ik niet. Voel je dat lekker ook. Je bent wel heel braaf. Mutsie. Maar ja, dat is een beetje ook een ding bij mij. Ik ben veel te lief vaak. Ja. En bij haar zie je dat echt meteen. Ja, dan zegt ze, fuck yo. Want zij is heel vriendelijk en heel eerlijk. Maar zij is mij gewend en als ik één keer boos word, dan is dat oké. Ja. Maar ik echt even, zeg maar, je moet me ook een beetje sturen natuurlijk hoe ik op jouw paard moet rijden. Ja. Maar ja, zo'n jog zit veel lekkerder als op een dressuur. Ja. Ja, jezus. Kun je wat naar die kop sturen? Oh, ik vind het echt wel heel erg leuk eigenlijk. Nou, maar toch omscholen. Toch wel, hè? Goed zo. Heel braaf. Goed zo. Oh ja, en braaf is een goed wat te doen. Ja, bij Valentijn is het ook inderdaad goed zo. En dan gaat hij gewoon stilstaan en chillen. Hè? In de wind. Maar ik vind jou wel heel lief hoor. Ben jij een beetje moe? Ik ben ook moe nou. Twee rondjes eraf. Ja, ik moet zeggen, ik heb zeg maar vanaf
december ongeveer mijn schouderblessure gehad. Ja. Daarna had ik het heel zwaar met afstuderen. En daarna ging mijn teen naar de knoppen. Dus ik kon echt, zeg maar, mijn conditie is echt de grond ingewerkt. Oh ja, en tijdens mijn afstuderen ben ik ook 3 keer koude ziek geweest. Dus geen conditie meer, meisje. Dus na 1 rondje eraf ben ik ook moe. Jij bent ook moe, hè? Ik ben ook moe. Ik ga maar een klein rondje eraf nog doen. En dan maar geen kom maar, dat kunnen wij wel. En inderdaad, je hebt wel nog steeds gevoel in dit zadel. Want dat had ik met een ander western zadel. Ja. Dat ik echt dacht dat ik op een soort van barrière zat tussen mijn paard. Maar hier in dit zadel voel ik inzie wel nog heel erg. Klopt. En dat is fijn. Dit is ook meer de dressuurachtige western zadel. Je hebt heel veel van die korte, van die cutting en van die reining. Ja. En dat is echt om te zitten. Ja. Maar ik ben mijn dressuurhouding nog niet verloren. Nee. Goed zo. Ja, helemaal leuk. Kijk eens, en die kunnen we ook met één hand. Wow. Ja, hij moest wel door blijven draven. Ja, en ze kan ook in 1 keer stoppen. Dan moet je echt heel diep gaan zitten naar achteren met je benen naar voren en dan is het hoog. Ho. Oh, cool. Ja, dat was eigenlijk een te lange ho. Dus je moet echt in 1 keer. Oh, okay. Ja, ik ben echt gewend natuurlijk. Van bij dressuur moet je de overgang uitsmeren, uitsmeren, uitsmeren en dan zitten. Bij haar is ho is ho. Leuke is. Oh, we moeten even een kusje doen. Dat ze maar even in 1 keer goed doet. Ja. Zullen we dan wisselen? Wil je eraf? Eraf. Dat kan gewoon. In 1 keer, als je 1 keer streng bent. Oh ja. Oh. Wil je ook er naartoe werken dat ze echt zo'n mega sliding stop kan maken? Nee, ik wil gewoon dat ze alleen het simpele gaan doen. Want echt zo. Ah ja. Mega sliding stop is best wel slecht als je doorslijt. En 9 van de 10 keer hebben ze ijzers onder en ik wilde geen ijzer. Nee, snap ik. Ja, het zijn ook van die speciale ijzers inderdaad, met van die remdingen. Ik wil gewoon dat zij het wel kan. Ja. Maar niet het slijden, maar het stoppen. Ja. Ik vind dan ook, zie je die met die billen en die heupen ook zo uit elkaar gaan. Dat vind ik ook eng. Ik ga te lang doorgaan. En die denkt, maar ik heb net op een dressuurjuf gezeten en die smeert alles uit. Ja, ja. Oh ja, en ze doet net als Valentijn inderdaad heel erg die schouder erdoor duwen. Daar heeft hij van mij ook echt een handje van. Maar dan met grondwerken is dat nog vervelender, want dan krijg je 600 kilo op je af. Ja, 500. Maar je merkt alweer dat ik echt dik 2 maanden geen goede training heb gedaan. Want hoe lang lag de bak ook eruit? 5,5 weken. Ja, dan dat merk je. Terug. Kijk, cool, Inzi. Ja. Goed zo. Braaf. Oh, nou kijkt ze wel heel trots. Want jij hebt echt gewoon achteruit gelopen. En ze zegt maar en buurten. Hij ja. Schat. Oh, ben jij een knuffel. Wat ben jij een knuffel. Oh, wat cute. Nou moeten we knuffelen. Oh ja. Knuffelpaardje. Als iemand in de bidden staat te filmen, dan is het echt ellende. Als ze oefening doen, dan is het knuffelen. Ja. Aandacht. Lekker stappen. Aandacht, aandacht, aandacht. Ga je cutting doen? Als jij gaat rennen, gaat ze jou afsnijden als een koe. Ja. Wat ga je dan? Wacht. Oh, ze komt ook echt in mijn ruimte. Jeetje. Maar die zijn ook... Want kijk, Valentijn zijn wij aan het trainen om zeg maar niet in je ruimte te duwen. Ja, maar dit is omdat ik haar uitgaat, hè.
Doei. Doen we er alleen de star stable manier, dus alleen links voor. Maar ja, het zand blijft nu heel erg in zitten. Ja. Dus wij krabben het allemaal even uit. Ja. Want anders dan ligt het allemaal, ja, kijk, nou ligt er nog meer zand, maar anders ligt het helemaal over de stoeptuig heen. Ja. In de pint, ander voetje. Ze blijft ook wel echt super braaf hier staan. Ja, maar ze gaat wel echt elke keer één stapje naar voren. Ja, ja, ja. En snuffelen. Goed zo. Alles is interessant. Kom er niet bij. Inzie, wat ben je aan het besnuffelen? Wat kan ik eten? Zijn dat broodjes? Wil je broodjes eten? Hier zit ze hierin. Oh. Oké, dan gaan we kijken hoe het loodzware vestenzadel eraf moet. Ik geef mezelf altijd even een opzetje van dat deze. Zo. Bam. Zo, hier staat mevrouw helemaal zonder touwtje. Het los in de kamer. Eens. Dat zijn routine dingen. Dan pak ik een dekje, dan weten ze dat we eten krijgen. Oh, eten! Nee. Oh, cool. Ja. Eten. Hij had waarschijnlijk gaat eerst plassen. Waarom moet je plasje geven? Er ligt nog hooi van gisteren. Waarschijnlijk nog van vanmorgen zelfs. Nee. Ze krijgen elke ochtend, avond en middag. Oh. Maar het ligt aan de... tijdsperiode van het jaar. Ja. Oh ja, nou gaat ze plassen inderdaad. Zo'n vaste routine. Jeetje, wat flinke plas, meid. Groot plas. Groot plas. Een groot plas. Oh, wat is... Ja, ik zou ook naar die bak gaan. Die staat nou helemaal open daar, hè? Snel, grijp je kans. Ik zou niet durven. Ja, komt het voer eruit eens? Hallo, hallo, waar blijft hij? Oh, snel! Lekker! Zo, mijn dam even afspuiten. Ik merk ook echt dat ze het zeg maar met dit weer helemaal niet meer zo erg vinden om afgespoten te worden. Jezus, wat een stralen. Ja, je kan zoveel verschillende standen doen met die. Want ja, wij hebben die. Oh. Oh, wat een zand. Jeetje, alsof je een vlek afspuit. Ja. Zo, inzie, daar gaat je vlek. Je bent dadelijk een helemaal wit paardje. Oh, je plek. Wauw. Wauw. Zo, boomsnack. Nou, neem de boomsnack maar mee, Ins. Hallo, oh, gekkie. Ja, kijk, hoekjes. Je hebt een camera. Oh ja. Zo. Plof. Willen. Hij rollen? Nee. Lekker. Daar gaat ze dan. Wel rollen. Helemaal zwart. Ja, inkleuren noem je dat bij bonte paardjes. Mooi hè, zo'n driekleurig paard. Ja. Inkleuren. Helemaal inkleuren. Lekker. Oh wow. Ja, helemaal geshowt. Wat een mooi ben jij.
Nou, de kastdeuren gaan dicht. We hebben Inzi lekker teruggezet en afgespoten en het zijn allemaal klaar. Dus bij deze ga ik dan de vlog, Dwally gaat naar Jesse, Jesse. Oké, bij deze ga ik dan de vlog van Dwally gaat naar Jesse afsluiten. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter in de comments. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal, maar ook op die van Jesse. Zal ik hier allemaal linken en zo. En dan tot de volgende keer. Doei doei!